gewoon zelf de dingen moeten gaan doen, maar wel op elkaar afgestemd, synchronisada. Nu, aan het eind van zo'n tijdperk, wat als je aan het afsluiten bent, is de illusie en de leugen is zo groot, is zo verweven met het dagelijks leven, dat het eigenlijk moeilijk te bevatten is. En daarom is Global Noise echt een heel goed toepasselijk initiatief. Want net als met oud jaar, met oud nieuw, met vuurwerk, gaan we de oude tijdgeest wegverdrijven. En zullen we het oude, wat ook niet meer beklijft, zal losgetrild worden door een overdaad aan geluid. En laten we vooral zoveel lawaai maken dat we stil worden in ons hoofd, zodat we heel goed ons hart kunnen voelen. Dus Global Noise is vooral een hartekreet van ons allemaal. Love, love, love. Love, love, love. The only thing that makes the world go round is love, love, love. And make some noise! Ik denk dat wij als volk één moeten zijn en de staat deze. De staat is een handje mensen, wereldwijd. Kijk, de staat dient de bank en de bank dient de wereldcorporaties. En dat is het. Dus als het volk een beetje gaat kijken naar wat je hebt, en niet allemaal wat je wilt hebben, maar wat je al hebt, en wat je kunt delen samen, zoals zo voor de crisis, dat het volk hier meer zelf gaat produceren, zelf gaat verbouwen, die zeg maar doen van je eigen onderhoud, ben je minder afhankelijk van andere landen. Hoef je ook niet te manipuleren, aan te vallen en wat dan ook. Heb je geen olie, zorg dat je op iets anders kan. Wij hebben water. Waarom rijden we niet op water? Waarom moeten we op olie die we eens moeten stelen? Dat is ook weer zoiets. Dus als je zorgt dat jouw wind, jouw voeding, jouw grondstoffen, jouw dingen voor wat jij hebt, daar moet je van leven. Over hoe het allemaal gaat en denk ik dat het nog noodzakelijker is om zelf dingen te doen. Het is nu precies 1 jaar later en het rare is eigenlijk dat we allemaal precies nog dezelfde speeches kunnen houden. Er is niet veel gebeurd. Er is wel veel gaande in de wereld, maar meer ondergrond zou je kunnen zeggen. Maar de leiders van de wereld hebben nog weinig fundamenteels gedaan aan, ja, eigenlijk voor een betere wereld. Are you afraid that the sun won't shine? That they put a chip in your spine? Don't you worry, it's gonna be alright with love, love, love. Get organized. Bijvoorbeeld kleine groepjes. Kleine groepjes. Niet alleen maar via Facebook, internet. Maar zorg dat je een netwerk opbouwt van mensen om je heen met wie je samen dingen kan gaan doen. Zorg voor je eigen ontwikkeling. Zorg voor. Zet colleges op. Je hoeft niet per se naar school om dingen te leren. Dat kan je zelf ook. Leer om voor je eigen voedsel te zorgen in dit systeem. Verbouw je eigen voedsel. Maar ook zorg dat je meer te weten komt over genezing. En zorg dat je een netwerk opbouwt waarin mensen zitten die allerlei dingen kunnen. En ga daarmee aan de slag. En neem afstand van dit systeem, want het is gif.
inzetten op zaken die niet helder zijn. Dus het is meer... Anonymous is gewoon het doodgewone volk. It's a magical one, it's a gift for everyone. Let's create a world of love with love, love, love. And everybody sing! Yeah! Love, love, love. Love, love, love. The only thing that makes the world go round is love, love, love. Met wie ik dingen herken, die ook onbekenden die dezelfde taal praten, die het hebben over dezelfde dingen. En dat zie ik wel steeds hoger worden, steeds groter worden. Dat is goed. En ook je paar leert ook. Media zorgt ervoor dat niemand die van weet, want de media werkt met de staat. Let me hear you, some noise! Is eigenlijk het eerste krachtige mondiale signaal, geluid van die nieuwe tijdgeest. En het is eigenlijk vooral een bewustwordingsbeweging, waarmee het zegt, kijk eens naar het onrecht in de wereld, kijk eens naar die onrechtvaardige verdeling van welvaart, kijk eens naar die schuldenslavernij, en kijk eens naar die op groei beluste, dollarverslindende casino-economie, waardoor de 40% van de mensheid en de planeet aan de rand van de afgrond staat. En Occupy is natuurlijk vooral bekend geworden door de eenvoudige maar zeer doeltreffende slogan van 99%, die heel duidelijk was.